de Melatti Do-It-Yourself envelop zijn alle materialen aanwezig om 3 Melattis te maken. Vilt, vulling, 6 spelden, een naald en een streng DMC-garen. De kleur garen varieert per envelop. Ook vindt u in de envelop een patroonblad en natuurlijk de praktische uitleg. In het filmpje gebruiken we groen vilt aan de voorzijde om alles goed te kunnen laten zien. Nadat u een bloem uit het patroonblad heeft geknipt, spelt u deze vast op 2 laagjes vilt. In elk blaadje 1 speld. Knip ook deze uit, precies gelijk met het patroon of een paar millimeter groter. Vervolgens verwijdert u de spelden uit het papier. Hierna stukt u de spelden opnieuw vast in de geknipte vilte bloemblaadjes. Houd hierbij 1 blaadje open, zodat u de vilt in het midden van het hart kunt steken. Ook dit laatste bloemblaadje steekt u vast met een speld. Een streng DMC-garen is 8 meter lang en bestaat uit 6 draden. Knip voor een prettig werkbare lengte de draad op ongeveer 80 cm af en splijt vervolgens de draad van 6 naar 3 draden. Doe dit langzaam, want anders komt er een knoop in de draad. Maak een klein knoopje in het uiteinde van de draad en haal de draad door de naald. Steek in de vulling, dus tussen de blaadjes in, en kom met de naald omhoog in het hart van de bloem. Vervolgens haalt u de naald een paar keer door het hart om de draad en de vulling vast te zetten. Dan steekt u vanuit het midden, dus vanuit de vulling naar de zijkant, tussen de blaadjes door. Steek van onder naar boven. Houd een klein lusje over en haal hier de naald doorheen en trek aan. Niet te strak, want dan gaat de stof spannen. Dan vervolgens vanaf de achterkant naar voren steken, maar dan een paar millimeter verderop en herhaal deze steek. Zo gaat u de bloem rond. U hecht af door de draad door de geborduurde steken te halen. Kom naar buiten met de naald en draad en knip de draad af vlak boven een bloemblaadje. Op deze wijze kunt u meerdere bloemen maken uit het vilt. We wensen u veel succes bij het maken en we zijn benieuwd naar uw Melattis. We ontvangen ze graag voor 1 augustus retour.